Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel? Informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hallo mensen, kinderen, vrienden, vriendinnen. Wat goed dat jullie er weer zijn. Het is tijd voor een nieuwe DM. Ik heb nog nooit drugs gebruikt en ben het ook niet van plan. Mijn vrienden gebruiken het wel. Hoe kan ik het leukst uitgaan zonder drugs te gebruiken? Ah ja, Larissa. Allereerst supergoed dat je zo vasthoudt aan je principes en je niet laat verleiden door groepsdruk. Maar ja, je wil natuurlijk wel feesten en uit. En dat is ook gewoon leuk zonder drugs. Maar hoe kan dat nou het beste? Dat ga ik je vandaag laten zien. Gratis tips van Jiva's DM. Wauw, wat een goede tips. Je vrienden hebben het de laatste tijd alleen nog maar over één ding in de groepschat. Welke drugs gaan we gebruiken op het volgende feestje? Maar wat nou als jij dus helemaal geen drugs wil gebruiken? Nou, misschien heb je het gevoel dat je dan de enige bent. En daarom een quizvraag. Hoeveel procent van de mensen in Nederland boven de 18 jaar heeft wel eens ecstasy gebruikt? Is dat A, 57,6%? Of is dat B, 26,6%? Of is het antwoord C, 9,8%. Ah, fout! Het is antwoord C, 9,8%. Trimbos heeft namelijk onderzoek gedaan naar hoeveel procent van de Nederlanders boven de 18 jaar wel eens drugs hebben gebruikt. En daaruit blijkt dus dat maar 9,8% ecstasy heeft gebruikt. Cannabis is wat populairder met 24,6%. 7,9% van de Nederlanders boven de 18 die wel eens lachgas heeft gebruikt. Cocaïne 6,5% en amfetamine 5,3%. Maar, dus eigenlijk als je geen drugs gebruikt, ben je hartstikke normaal. Maar goed, wat als al jouw vrienden wel aan de drugs gaan en jij niet? Dan heb ik wat tips voor jou. Tip 1! Hey, ga je lekker? Dat is een vraag die drugsgebruikers je waarschijnlijk vaak gaan stellen. En in dit geval zeg ik, fake it till you make it. Je hebt namelijk helemaal niet per se drugs nodig om je lekker te voelen. Er zijn ook een heleboel natuurlijke hulpmiddeltjes die jou op hetzelfde level als je vrienden kunnen brengen. Neem bijvoorbeeld hete pepers mee in je ponypack. Want door het eten van hete pepers staat je mond in de fik en ervaart je lichaam pijn. En vervolgens gaat je lichaam endorfine en dopamine aanmaken om die pijn te maskeren. Resultaat, een euforische stemmingsboost. Pas wel op, want dit is ook precies de reden waarom spicy eten zo verslavend is. Dus doe dit met mate. Ah! Het is echt heet. Geef jezelf een endorfine shot op de dansvloer. Want door dansen maak je endorfine aan en dit zorgt voor een hoger geluksgevoel. En bijpakken is meezingen, want meezingen versterkt dit effect. En zijn je vrienden nou meer van de psychedelica? Neem dan een kaleidoscoopbril mee, want dan zie je precies hetzelfde als je hallucinerende vrienden. Hier, wil je ook even? Wow, ik ben een boom die waait in de wind. Woe! Tip 2! Word tripzitter. Als tripzitter heb je een mega grote verantwoordelijkheid over de trip van je vrienden. Maar pas op! Wees nou niet die nuchtere vriend die heel de tijd aan het benadrukken is hoe high of hoe stoned of hoe dronken of hoe space je vrienden zijn. Dus opmerkingen als wow, jij gaat hard hè? Of gozer, jouw ogen zijn uit den boze. Niet doen. Wat je wel kunt doen, lees je bijvoorbeeld in over de soort drugs die je vrienden gaan gebruiken. Dan kan jij tijdens de trip een beetje opletten hoe het gaat. Gebruiken je vrienden psychedelica en heeft iemand een bad trip? Wees er dan voor hun en zorg dat je ze geruststelt. Maar dring jezelf niet te veel op. Dus stel simpele vragen, haal objecten uit de ruimte die ze misschien bang maken. En haal fijne herinneringen op aan vroeger. En hallo, voor wat hoort wat, dus sluit een deal met je vrienden. Elke keer als jij als hun oppasser, tripzitter, psycholoog optreedt, moeten zij iets voor jou terug doen. Dus bijvoorbeeld een afwasstrippenkaart, jou mee uit eten nemen, lekker dineetje, of gewoon al je drankjes door hun laten betalen. Win-win.
mij. Maar helaas zijn er altijd van die irritante wezens op feestjes die je alsnog gaan vragen waarom jij geen drugs gebruikt. En als je daar nou geen zin in hebt, hier wat zinnen waardoor jij ze gelijk de mond kan snoeren. Ik ben zwanger. Ik ben een bof. Ik ben streng gelovig. Ik ben aan het werk als stille. Wat is een stille? Undercover agent. Oh. Zijn mensen nou echt te ver heen en snappen ze gewoon niet dat jij echt niet drinkt, bloot, slikt, snuift en blijven ze maar shotjes voor je halen? Ja, weet je, neem ze gewoon aan, boeien en gooi hem gewoon lekker over je schouder. Want hebben ze toch niet door, ze zijn toch te lam. Of nog beter, zoek gewoon nieuwe vrienden. Ja, wat? Wat? Zo! Jullie zijn straight edge. Lekker bezig hoor. Hey, dit is alweer het einde van de video. Maar volgende week zijn we gewoon weer terug met een gloednieuwe DM. Heb jij nou nog een prangende drugsvraag? DM hem dan gratis naar @spuiten en slikken. En dat is nog niet eens alles. Want als jij nu binnen 1 minuut duimpjes omhoog doet, dan kun jij jou abonneren op ons YouTube kanaal voor 0 euro per maand. Wat doe je nog meer? Hoe lang gaan we dit doen? Ik weet niet waar dit op slaat, maar... Oké.